Vanavond jureert Angela Groothuizen weer de talenten in X-Factor. Maar mevrouw, die houdt er een dubbele agenda op na. In België is ze vanavond ook te zien. Ook als jurylid, maar dan in een Vlaamse talentenshow. Hebben ze hier overal thee al liggen? Nou, als je depressief wil worden, dan... Ondanks haar bijna 50 lentes is de agenda van grande dame Angela Groothuizen voller dan ooit. Naast haar vaste plek in X-Factor zit ze voor de Vlaamse rakkers in de jury van steracteur, sterartiest. Weg Nederland. Ja. Dat zijn echt vreselijke stoelen. Want je zit een beetje zo en dan krijg je ook nog die camera van onder. Dus ik heb hier altijd een enorme onderkin. Eén vonkje en ze staat meteen in lichterlaaien. Angela Groothuizen. In het forum stond de eerste week, waarom moet er nou weer zo'n vervelende Nederlander meedoen? Ik denk dat ze mij bedoelen, denk ik. Bij één keer gingen we eraf. En nog één applaus voor de jury, iedereen. Boe! Ah, ik dacht, we hebben het toch goed gedaan. Terwijl man en kids op skivakantie zijn, moet Angela nog bijbeunen bij de zuiderburen. En voorlopig blijft haar vrijdagavond volgeboekt. Ik ga gewoon vrijdags met de trein heen. Ik word straks met een chauffeur opgehaald. En dan is dat weer voorbij. Ik heb op je uitstraling en je styling een hele hoop op te merken. Als dit over is, beginnen de live shows in Nederland. Maar vrouw, als jij gaat zingen... Dus ik ben op het ogenblik... in bijna de hele Benelux live op de televisie te zien. Mijn moeder die weet niet wat ze moet kiezen. De hele tijd kijkt ze waar ik in beeld ben. In Angela's achterhoofd speelt constant de gezondheid van beste vriendin Ria Briefies. De oud-Dolly Dot vecht nog altijd onverminderd tegen longkanker. Ja, die tumorgroei staat stil. Dat is goed nieuws. Verleden week had ze echt heel veel vocht in haar longen. Dat is minder goed nieuws. Dat hebben ze weggehaald. Waardoor nu ook weer ze weer lucht heeft en ze in ieder geval weer veel beter voelt. Ze was wel een beetje moedeloos. Ja, wij ook. Als ze zoveel vocht, dat is natuurlijk toch niet leuk. Maar nu klonk ze wel weer ik voel me zo een stuk beter. Nu is het wel weer leuk. Ja, Ria heeft deze week de derde chemokuur. En de Dolly Dots hebben elkaar geluncht een paar weken geleden. En omdat Ria natuurlijk haar haren kwijt is geraakt tijdens de kuur, hebben ze allemaal een hoofddoekje opgedaan. Uit een soort solidariteit, ja. Die dames onderling. Ik heb net nog even met Vlaanderen gebeld. En ik denk, ja, wij kunnen al leuk zitten praten over Angela Groothuizen. Maar hoe vinden ze haar daar nu? Nou, inderdaad, in het begin was ze even wennen. Een beetje de harde Nederlander, omdat ze daar een veel softere toon gewend zijn. Maar ze zijn er ontzettend gaan waarderen. En waarschijnlijk zijn ze op het idee gekomen van die Nederlander. Omdat er in dit programma worden allemaal bekende Vlamingen gejureerd. Dus ze hebben een soort buitenstaande nodig, omdat die andere twee juryleden die ken ik wel. En nu heb je een soort buitenstaande die erin zit. De Dolly Dots, ja, dat is toch weer de reden waarom ze voor gevraagd. Ze hebben opgetreden in Studio 54 in Antwerpen. En dat gaat iets van, waar iets van 15.000 mensen. Heeft ook op YouTube, in de journaals en alles gezeten. En toen dacht de producer, wacht eens even, die Angela Groothuizen, die moet ik hebben. En als je het nagaat, daar in Vlaanderen op tv, hier vanavond weer om 8:30 bij X-Factor. Weet je nog een paar jaar geleden dat ze aan de kant gezet werd door de AVRO? Weet je nog dat ze dat gedaan hadden? Ja, ik weet. Daar heb ik daarna nog met thuis met haar gewerkt. Heel even kort. Daarop. Dus dat heeft ze inmiddels vergeten hoor. En ook vergeven ook in ieder geval. Ik ga het kunnen weten. Ze is inmiddels hartstikke blij dat ze dit heeft. Echt.